Assembleeleden hebben vanmorgen tijdens een openbare DNA-vergadering met als enig agendapunt vragenuurtje over de ingekomen stukken diverse vragen over actuele zaken gesteld aan de regering. Zo wilde het lid Karel Breeveld weten of het waar is, zoals sommige media suggereren, dat de centrale bank vrachtcontainers aan bankbiljetten heeft ontvangen ten einde monetair te financieren. Vice-president Ashwin Adin, die namens de regering inging op de vragen van de parlementariërs, wilde niet ingaan op de vraag van het lid Breeveld. Hij verwees naar minister Gilmar Hoefdraad van Financiën. Waar hij wel op inging, was de vraag van het lid Mahinder Yogi over relatiegeschenken. Er circuleren berichten, mevrouw de voorzitter, dat er containers met bankbiljetten bij de centrale bank zijn binnengekomen. Wat is er aan de hand? Kan de regering duidelijkheid hierover verschaffen, zodat we ook weten wat er precies gaande is en daardoor ook alle ideeën en gedachten die rondgaan en die misschien niet correct zijn, uit de wereld worden geholpen. Ten slotte, mevrouw de voorzitter, in de overheidsziekenhuizen is in 2016 opdracht gegeven door de minister van Volksgezondheid om een quickscan-onderzoek, een onderzoek te houden naar de manier waarop er gemanaged wordt. En heel graag wil ik weten wat er dan uit het onderzoek is voortgekomen, wat het rapport nou precies belicht en welke verbetering verwacht mag worden met betrekking tot de ziekenhuizen. De regering heeft zich december 2016 middelen van de samenleving toegeëigend, voorzitter, middels een missieve, meer dan 1 miljoen, voorzitter, welke is verdeeld onder de president, de vicepresident en de ministers. Te zijner tijd zou het worden gebruikt als relatiegeschenken, voorzitter. En toen er kritiek, terwijl de universiteit geen toiletpapier kon kopen, nog steeds niet. En toen er kritiek kwam, zei de vicepresident, voorzitter, er zal verantwoording worden afgelegd, voorzitter. We zitten nu in mei 2017, juni 2017, en wij hebben die verantwoording niet gezien, voorzitter. We willen graag van de regering die verantwoording hebben. Waar zijn die middelen naartoe gegaan? Welke minister heeft wat gebruikt? Welke geschenken zijn gegeven, voorzitter? We willen dat weten. Diverse parlementariërs vroegen ook de aandacht van de regering voor de situatie bij de ziekenhuizen. Met name voert het personeel van het Diaconessenhuis sinds gisteren prikacties, omdat het ook in aanmerking wenst te komen voor de koopkrachtversterking, zoals aan de ambtenaren is gegeven. VP Adin legt uit dat de koopkrachtversterking voor de overheidsziekenhuizen in de subsidie wordt verwerkt. Wat de particuliere ziekenhuizen betreft geeft Adin aan dat die hun eigen cao hebben. De regering zal eventueel daarbij kunnen bemiddelen. Waar het vroeger een free-for-all was, waar materiaal kostte, en u weet materiaal kostte sub-representatie kostte. En u weet de creativiteit van onze BCF-zetters, waar je ongelimiteerd buiten je begrotingsmaatregelen kon gaan, heeft de regering gemeend, we gaan het terugbrengen. En er is 1 missieve geslagen, u gaat niet verder dan dat bedrag. Dan nog heeft de regering gesteld, representatie prima, maar u moet het sociale instellingen zoveel mogelijk geven. En we hebben geëist van de ministers dat men dat ook openbaar in de media brengt, zodat die verantwoording daar plaatsvindt. Voor de rest is het de begroting die u goedkeurt. En waar u het fiat voor geeft. Vice-president Ashwin Adin vanmorgen in de Nationale Assemblee tijdens een openbare vergadering met als enig agendapunt vragenuurtje over de ingekomen stukken. Hij ging in op vragen van parlementariërs over actuele vraagstukken. De bewering als zou het Diaconessenhuis achterstallige vorderingen hebben op het SZF moet de VP nog uitzoeken. DNA-voorzitter Jenny Simons gaf aan dat zij navraag heeft gedaan bij het SZF en het blijkt dat er geen achterstanden zijn. Het SZF heeft volgens haar zelf voorschotten verstrekt aan de ziekenhuizen.